We gaan praten met Tovik Dibi. Aangeschoven, onverwachte gast. Fijn dat je bij ons aan tafel zit, hoewel de aanleiding niet de meest vrolijke is. Jij was ergens anders, je was in debat. Wat was de gedachte van de avond vanavond, wat je deed? Eerst had Manji, een bekende, invloedrijke denker op het gebied van hervormen van de islam, was in Nederland. Om deze boek, ik moet het toch doen omdat dit de reden is waarom die extremisten zijn gekomen. Die wilden met mij in gesprek gaan over hoe je ervoor kan zorgen als hervormingsgezinde moslim dat dat debat over de islam niet gekaapt wordt door de extremen, zeg maar, de islamofoben en de radicalen, maar dat de meer vrijzinnige moslims aan het woord komen en ook dat debat gaan claimen. En hoe dat is ook, dat dat eenzaam is, dat het moeilijk is, dat je door moslims soms uitgemaakt wordt voor nep-moslim, geen echte moslim, verrader, wat dan ook. Daar wilden we een persoonlijk gesprek over voeren. Dat hebben we ook gedaan vanavond. Dat was een heel mooi gesprek. En ergens halverwege de avond kwamen er een aantal onverwachte gasten binnen. Ja, die kwamen uit België, geloof ik, hè? Ja, ze noemden zichzelf tijdens het schreeuwen Sharia voor Holland, maar wat ik begrijp zijn ze uit grote eer voor ons uit België helemaal naar ons gekomen. Wat zijn dat voor types? Het waren, jullie zien ze daar, traditioneel geklede moslims, boos. En ze stonden op een gegeven moment op en begonnen te schreeuwen en met een vlag te wapperen en eieren uit te delen. Uit te gooien. Ook een vorm van uitdelen. Ja, uitdelen. En wat voor vlag werd ermee gewapperd? Nou, het was een zwarte vlag met islamitische tekst. Ik denk dat er dingen als Allahu Akbar, Allah is groot, op stonden. Die vlag die nu op het scherm staat. We zagen de ME ook, die blijkbaar opgetreden. Hebben die ook arrestaties verricht? Ja. Een aantal van ze werden nogal agressief en hebben onder andere haar bespuugd in de gezicht. Ze wilden niet weggaan. Ze eisten van ons dat we weggingen. Ze wilden pas weggaan als wij twee van het podium afgingen. En ik moet zeggen, ik heb dat nog nooit meegemaakt op deze manier. Maar de politie heeft ons ook op een gegeven moment gevraagd in het belang van onze veiligheid om er vanaf te gaan. En zij weigerden. Ze zei, we're not getting off the stage. Kun je nog één keer haar naam noemen? Want Irshad Manji. Ja. Are you used to violent reactions like this? I haven't seen a mob scene like this ever in my events. I have had individuals threatening me openly, throwing items at me and spitting in my face, but not with this gang-like mentality. 15 or so of them were there. So it was a surprise. Yeah, and they were organized. Clearly organized, but you know, Tovik and I come from a place of deep faith in Allah. And really, I mean, you can laugh, but it is very actually, it's joyful for us, so I laugh with you. Our faith is not shaken by this. We are not shaken by this. We will not be afraid. She told the people there, because there were there was an audience, people listening to us, we are not going away. We will confront them and we will make the statement that they're afraid of us, and they should be afraid, because we are never leaving the stage anymore. We are going to speak about our own faith, and we will not be afraid and move for them. Wie vertegenwoordigt deze mensen eigenlijk? Want het zijn dan 25 mensen die dan uit België komen aangereden. Is dat nou een grote groep die ook een vertegenwoordiging in Nederland heeft? Heb je daar een idee van? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zeg ik niet omdat. Ik meen serieus, omdat het lijkt alsof ze een grote groep vertegenwoordigen. En het zijn marginale gasten die door dit soort acties, dit is namelijk heel goed voorbereid door, ze hadden de teksten ingestudeerd, ze hadden al afgesproken wanneer ze weg zouden gaan en wanneer niet, is bedoeld om te laten zien aan mensen dat ze met heel veel mensen zijn en dat ze macht hebben. En ze hebben niet zoveel macht. Dit is een soort van laatste stuiptrekking, zo zie ik het, van een groep radicalen die ziet dat hun macht aan het verdwijnen is. Ze zien moslims steeds vaker zich kleden op hun eigen manier. Dit was trouwens niet gepland, deze outfit. Ja, is dat een soort nieuw uniform? Nee, dat zou best wel eens een nieuw uniform kunnen worden. Maar ze zijn bang, omdat ze zien dat er steeds meer mensen hun eigen ding gaan doen, moslims. Juist. En het is goed, dat is wat ik net zei. Ja, als ze eenmaal uit België moeten komen, is het voor Nederland niet erg verontrustend, zou ik zeggen. Nee. Dus het laat ook wel zien, ze zeiden wel bewust steeds van Sharia voor Holland om te doen alsof ze hier gevestigd waren. Maar het laat wel zien dat ze marginaal zijn. Maar
toch kijk naar wat er nu voor nieuws is. En iedereen reageert erop. En, ja. Je hebt aangifte gedaan bij de politie? Zij heeft aangifte gedaan. Ik ging als getuige mee. Aangifte van geweld? Ja, bespuugd en ze hebben... Er zitten twee mensen vast? Two people were arrested, right. Oké. Okay. Ja. Ze zeiden dat ze haar nek wilde breken. Ik bedoel, dat soort teksten werden ook geuit. Dus het was wel een moment van... Oké, wat gaat er nu gebeuren of zo? Ja. Maar ook de mensen in de zaal, die gingen echt voor ons staan. Ja. Dus het was echt wel... Ik zit nog in het moment, dus het is nog moeilijk om het allemaal te laten bezinken. Maar ik ben echt onder de indruk van hoe... als je standvastig bent, hoe dit soort mensen ineens afdruipen. Ja, dus eigenlijk is het toch, hoe raar het ook klinkt, haal je er een zekere mate van optimisme uit. Ja.